Halve zelfs, hij heeft rozen gegeven. Ja, gisteren Valentijnsdag. Mooi. Ander meester, u heeft de rozen niet ontvangen van Halve, hè? Nee, dat denk ik. Ik ben nog niet zo'n vrouw, dus dat past wel. Dat zou een kleine vergissing zijn geweest. Van wie? Nou, van mij, want dan zou mijn vrouw niet heel blij van zijn geworden, denk ik. Helemaal ook niet. Dus. Goed, we gaan debatteren. Althans, u beiden. En het gaat over de bezuinigingen die Halbe Zijlstra heeft voorgesteld en ook gaat doorvoeren op de kunst. 200 miljoen, dat heeft al geleid tot een hoop commotie. Laten we even kijken hoe dat er ongeveer uitziet. We willen een ander cultuurbeleid. We willen een cultuurbeleid waarbij instellingen minder afhankelijk zijn van de overheid. En dus moeten de instellingen zelf op zoek naar geld. Van de overheid krijgen ze in ieder geval 200 miljoen euro minder. Dat is bijna een kwart van de totale begroting. Ik wil niet minder geld voor kunst en cultuur, maar meer. Topinstellingen in de kunstwereld worden door de regering ontzien. Kleinere instellingen dreigen hun subsidie te verliezen. Als je niet verder komt dan de lokale potten en panden die uit de grond zijn gegraven, dan kom je dus niet in aanmerking voor rijksubsidiëring. Dit tot ongenoegen van de voorzitter van de Raad van Cultuur. Die stapt op. Kleine en middengrote instellingen, buitenproportioneel korten, dat geeft uiteindelijk over 10 jaar geen talent meer in de top. Ik ben ervan overtuigd dat op een langere termijn dit goed is voor de culturele sector. Ja, u heeft vandaag de subsidieaanvragen binnengekregen allemaal voor de culturele instellingen. De adviesaanvraag naar de Raad van Cultuur gestuurd. Ja. En dat gaat om, want ik geloof dat er een aanvraag is voor 360 miljoen. Ja, 364 miljoen uit mijn hoofd. 374 miljoen is aangevraagd. Ja. En hoeveel mag u straks uit gaan keren? Voor de basisinfrastructuur 309 miljoen. Juist, dus er wordt zo'n 60 miljoen, 70 miljoen gesneden. Ja. Bent u eigenlijk nog geschrokken van die aanvraag of dacht u, nou, het valt me nog wel mee? Nou, het is redelijk in lijn met de verwachting. We hebben natuurlijk ook een ministeriële regeling geschreven die heel erg precies aangeeft van waar is nou wel ruimte voor en waar is geen ruimte voor. In het verleden was er te veel meer een open situatie en had je dus heel veel instellingen die proberen om voor subsidie in aanmerking te komen. Nu komen van tevoren al veel beter inschatten van heb ik een kans of heb ik geen kans. Ja, heeft u kans eigenlijk? Het is een goede vraag. Ik heb het gevoel dat dit nu een soort Russian roulette is voor alle instellingen. Wat de heer Zijlstra zegt, de criteria waren ook onder het vorige kabinet heel erg helder. Ook publieksbereik, ondernemerschap, eigen inkomsten waren duidelijk geformuleerd. Nu is het alleen het proces veel intransparanter en onduidelijker. En ik denk voor instellingen zoals de Appel met al onze collega's... Zeg ik precies wat andersom, hoor. Nee, maar ik denk van, dat is het gevoel dat er heerst vanuit de culturele sector. Van de criteria waren er vroeger al. U heeft die enigszins aangescherpt, maar heeft het proces heel erg vertroebeld. De onzekerheid over de uitkomst en vooral over hoe u zal omgaan met het advies van de Raad voor Cultuur is troebel. En dat maakt dat het gevoel ontstaat van dit is een soort loterij of Russian roulette. Was het vroeger zo dat de aanbevelingen meestal werden overgenomen van de Raad van Cultuur en dat het nu wat onzekerder is geworden? Is dat het beeld? Dat was inderdaad het geval. Er werd natuurlijk kritisch naar gekeken, dat zal de staatssecretaris beamen. En ik denk er is een precedent geschapen toen de staatssecretaris de eerste aanbevelingen van de Raad naar zich neer heeft gelegd. En dat veroorzaakt onrust. Want mensen denken van, wij dienen een prachtig plan in. Het is goed doortimmerd, ondernemend, zakelijk, zit het goed in elkaar, artistiek excellent. Maar misschien denkt de staatssecretaris daar helemaal anders over dan de Raad. Dus je voelt je een beetje overgeleverd aan... Nou, maar u moet de situatie even goed schetsen. Kijk, u moet een onderscheid maken tussen de twee taken die de Raad heeft. De eerste waar het u in eerste instantie over heeft, is dat de Raad vorig jaar een advies heeft uitgebracht over hoe zou in de toekomst het cultuurstelsel gevormd kunnen worden gegeven met 200 miljoen euro minder. Dat is een adviestaak. Ja, en kijk, als ik adviezen alleen maar overneem en daar geen eigenstandige mening over mag vormen, dan kan ik weten dat de Raad van Cultuur, we noemen het al staatssecretaris van Cultuur, waar we nu in zitten, is een hele andere situatie. De Raad van Cultuur heeft ook nog een andere taak, namelijk dat is de inhoudelijke beoordeling van de gedane subsidieaanvragen. Dat ga ik niet doen. En die neemt u één op één over? Ik ga als bewindspersoon geen inhoudelijk oordeel vellen over wat artistiek goed is en wat artistiek niet goed is. Daar is de Raad voor Cultuur voor. Die procedure is veel helderder dan in het verleden, omdat de criteria helder zijn volschreven. De bedragen waarvoor men in aanmerking komt, zijn nu heel helder. Dat is hetzelfde normbedrag voor iedereen. Dus het is niet meer zo dat je meer aanvraagt, dat je dan meer kunt krijgen, terwijl een ander het voor minder geld kan doen. Dat was in de vorige beleidsperiode ook al zo. Bijvoorbeeld voor de categorie presentatieinstelling, waarvoor de kijker presentatieinstelling, een soort museum zonder collectie, waren er al duidelijke categorieën. Dat was 500.000, 200.000. Dus
ik denk dat dat al helder was. Maar ik zal u een voorbeeld geven. Als het gaat om symfonische orkesten, daar hebben wij gezegd 6 miljoen is het normbedrag. Waarom doen we dat? Omdat sommige orkesten in staat waren om het voor 6 miljoen te doen. Anderen hadden veel meer geld daarvoor nodig. En zeg je, als de een het kan voor dat bedrag, dan moeten anderen het over dat bedrag. Maar is kunnen. Het niet zo dat er zijn, geloof ik, 10 van die symfonieorkesten, hè? Verdwijnen er 5? Nee, er zijn een aantal orkesten die zitten bij de media. Die zitten in het muziekcentrum van de Omroep. Dat valt hier buiten. Wat er gebeurt is dat, en dat zien we ook een van de dingen die denk ik een goede ontwikkeling zijn. In het oosten hebben we 2 orkesten, in Gelderland en Overijssel. Die gaan nu verregaand samenwerken. Ja. Daar houden we dus 2 orkesten over voor de helft van de subsidie van het verleden. In het zuiden liggen een stapeling van plannen. Daar is de samenwerking nog niet afgerond. En daar zal men ook echt nog een slag moeten maken. Rotterdam en Den Haag zie je, het residentieorkest, Rotterdam Philharmonisch, zie je ook. Dat die dus nu verregaand gaan samenwerken. Ook daar is dus het subsidiebedrag gehalveerd ten opzichte van het verleden. En houden we 2 orkesten toch voor dat geld overeind. Mag ik meer naar een ideologisch punt als het gaat om de bezuiniging? U leidt een kunstencentrum. U zegt dat het is een presentatieinstelling. Dus nog niet zulke bekende artiesten kunnen daar hun beeldhouwwerk tonen en kunnen daar een voorstelling presenteren. Conceptuele kunst. Dat al. En nu is het bezwaar tegen uw bezuiniging vaak dat nou juist daar, bij dat soort, zoals mevrouw Leij, dat soort instellingen, die worden wegbezuinigd. Terwijl daar het talent vandaan moet komen, wat later zo beroemd wordt dat ze in de door u vrijgevige gesubsidieerde topinstellingen terecht kunnen. Ik weet het al, dat misschien nuanceren. Want ik denk dat, er wordt vaak gezegd, de culturele sector die protesteert alleen maar tegen het beleid van de heer Zijlstra. We zien ook de goede punten, want het zet in het beleid, zet in op talentontwikkeling, internationalisering, aandacht voor jeugd en educatie. Maar het probleem is dat de maatregelen die daaraan verbonden zijn, tegenstrijdig zijn, totaal paradoxaal. Als men zegt ondernemerschap en men verhoogt de BTW, vreemd. Als men zegt talentontwikkeling en men schaft bijvoorbeeld in het theater alle productiehuizen af die zijn bedoeld voor jonge theatermakers om hun talent te ontwikkelen, dan is dat heel paradoxaal. Ik heb het gevoel van, als de staatssecretaris ook nog eens de staatssecretaris van sport was geweest, die dan zou zeggen van, we willen nummer 1 in de dressuur worden, maar we schaffen alle manages en alle ruiterverenigingen. Ja, als dat zo zou zijn, dan had u gelijk gehad. Maar we doen, kijk, Het heeft wel dezelfde inconsequentie, een soort onlogica. Er zit geen inconsequentie in. Het enige is dat er een verschillende visie is op hoe ga je talent ontwikkelen. En wat wij anders doen dan in het verleden, want ik vind talentontwikkeling ook heel belangrijk, want dat is de pijplijn waarin je de toekomst weer je nieuwe talenten uitkomen. Maar wij doen het anders dan in het verleden. In het verleden was het zo, als ik mag uitspreken, in het verleden was het zo dat wij instellingen, organisaties subsidiëren die aan talentontwikkeling moesten gaan doen, zogenaamde productiehuizen. Wat we nu gaan doen, is dat we zeggen, we gaan individuele kunstenaars, de makers, die krijgen van ons via de fondsen subsidie. Die kunnen hun projecten die ze willen gaan doen zelf financieren. En dan kunnen ze naar instellingen toe gaan en zeggen, ik wil dit graag bij jou doen. En op die manier gaan we dus de talentontwikkeling vormgeven. Dus we gaan van instituties, van organisaties, van soms gewoon letterlijk gebouwen, gaan we naar individuele kunstenaars die het geld zelf krijgen en zelf de projecten mogen doen om hun talent te ontwikkelen. Dat is een veel betere manier. Ik wil u vragen wat er niet werkt aan de vorige methodologie, want die werkt eigenlijk prima. Het talent in Nederland bloeit, het krijgt een podium. En ik denk dat het risico met de methode die u voorstelt is dat de individuele kunstenaar die moet door een fonds geselecteerd worden. Dat zal door peers zijn, door collega's. Dus de productieinstellingen moesten ook door fondsen worden geselecteerd. Ja. En vervolgens moeten die kunstenaars gaan leuren met gaan waar bij de grote instellingen. En die grote instellingen die zien zich dan geconfronteerd met een heleboel jonge makers die ze niet kennen, waar ze niet in gespecialiseerd zijn, die niet aansluiten bij hun programma. Terwijl de kleinere instellingen, de productiehuizen, die waren helemaal ingespeeld op het tonen van jong talent. Die hadden daar ook een publiek voor. En dan heeft u het niet begrepen, hoe het ik is vormgegeven? Ik heb het wel degelijk begrepen, want maar ik ben het er niet mee eens. Nee, maar dat is iets anders. Maar uw uitleg klopt namelijk niet. Want het is niet zo dat die jonge talenten met hun subsidie, die ze dan als maker krijgen, naar de grote instellingen gaan. Want los hiervan hebben wij ook de grote instellingen voor het verkrijgen van subsidie als grote instelling, of nou Nationaal Ballet, een Nederlandse opera, een orkest is, die moeten voor subsidieaanvraag sowieso aan talentontwikkeling gaan doen. Dat vinden wij een integraal onderdeel van zulke belangrijke organisaties. Maar waarop denkt u dat u deze kleine methode individuele kunstenaars die gaan naar bijvoorbeeld zo'n productiehuis, als die daar nog een heel goede
aanbieding kan doen, dan kan hij dat blijven doen. Maar niet op basis van hetgeen dat zij subsidie meneer krijgen. Zelfs ik denk de grote vraag is ook van waarom denkt u... U praat continu over. Nee, ik geef haar het woord, want u was vrij lang antwoord. Dit is een scheidsrechter. Waar baseert u uw veronderstelling op dat dit een betere methodologie is? Heeft u dat in het buitenland gezien? Heeft u daar jarenlang onderzoek naar gedaan? Of is dit een soort vingerspitsengevoel van dat gaat beter werken? Dat is de vraag, denk ik, van... Want u heeft het in uw beleid ook over efficiëntie, zakelijkheid, doelmatigheid. Het is gebaseerd op internationale ervaring. Onder andere in het land waar u vandaan komt, in Vlaanderen. Het subsidiestelsel in België is weinig bewonderenswaardig. Nee, maar heeft ook... En dat weet u ook heel goed. Heeft op een gegeven moment in Vlaanderen heeft men ook een omslag gemaakt waarmee meer privaat geld in de sector moest komen, waarbij meer eigen inkomsten moest worden gegenereerd, waar de overheid een stap terug heeft gedaan. Dat heeft allerlei nieuwe initiatieven opgebracht. En dat willen we ook hier naar voren krijgen. Het is namelijk niet zo. En dat is denk ik waar de grote verschil zit tussen wat u vindt en wat ik vind. Ik vind het niet gezond op lange termijn voor een culturele sector in brede zin dat het te afhankelijk is van één geldschieter, namelijk de overheid. Dat is niet goed voor de creativiteit van de sector. Ja, maar daar zijn we het volledig met elkaar eens. Daar zijn we het volledig met elkaar eens. Want dit gaat toch allemaal over routes van geld en wat dan ook vast interessant. Maar je haakt ook heel snel af dan. En als je nou gewoon een talent... Dat zouden we niet willen, toch? Je hebt een min of meer talentvolle kunstenaar. Laten we daar nou eens van uitgaan. Waarom zou die nou slechter af zijn bij meneer Zijlstra dan voordat meneer Zijlstra aan de macht kwam? Ik zal proberen een concreet voorbeeld geven uit mijn eigen sector. Je bent beeldend kunstenaar en nu... Je vult een opleiding aan een academie, doet een BA, een MA en vervolgens ben je klaar. Maar dan ben je geen kunstenaar. En de heer Zijlstra is niet geboren als staatssecretaris en hij is daar ook niet toe opgeleid. Hetzelfde geldt voor een kunstenaar. Die gaat naar een academie, die is dan opgeleid, maar hij is geen kunstenaar. Hij moet levenservaring, werkervaring en ontwikkelervaring hebben. Daar zijn nu post-academische instellingen voor. Dat is weer zo'n verschrikkelijke term. Ja, maar we snappen wat het is. Rijksacademie, de ateliers, daar kan een kunstenaar naartoe. Het is eigenlijk een periode van relatieve afzondering, waar hij heel veel coaching krijgt, heel veel feedback en de ruimte om zich te ontwikkelen. En dan kun je die markt op, dan kun je de boer op, dan kun je voor jezelf gaan zorgen. Zonder die tussenfase wordt het ontzettend moeilijk. Wat er dan gebeurt is dat je twee categorieën kunstenaars krijgt. De mensen die meteen Lady Gaga worden, superstars, Damien Hirst, Joep van Lieshout en de parias. En je hebt mensen met heel veel talent, maar die zijn niet meteen Lady Gaga. Die hebben tijd nodig. Nee, ik zit de ontwikkeling die ik nu zie beginnen en die ongetwijfeld zich doorzet, is dat bijvoorbeeld, we hebben het eigenlijk over hetzelfde productiehuizen, de kleine... Ik spreek even vanuit mijn eigen vak. Ik heb dit programma onder andere in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Daar sta ik voor een volle bak, omdat ik in kleine zaaltjes in Gorinchem voor 30 man mijn kilometers kan maken. En dat kan ik, omdat ik theatermaker ben, moet ik dat... oefenen voor mijn publiek en daarna 10, 20 voorstellingen denk je, oké, nu kan ik de grote zaal in. Als dat wegvalt, en ik zie dat nu gebeuren, ook door die 19% btw, mensen die, alles wordt minder. Als dat wegvalt, als die basis wegvalt, dan gaan de theaters ook kiezen, ook uit lijstbehoud, voor wij gaan alleen de grote acts gaan wij programmeren. En dat hele ding, dus het aankomende talent. Maar dat gaat net al aan, maar even dat het aankomende talent... Maar dat gaat verdwijnen dus? Nee, helemaal niet. Ja, op een andere manier. Wij organiseren dus niet meer via instellingen dat subsidies worden verstrekt, maar via de kunstenaar zelf, via u zelf als beginnend kunstenaar, zal ik maar zeggen. Maar meneer, en als ik even naar de postacademische opleiding ga... Even over de speelplekken. Dit ging de postacademische opleiding. Waar je dus je ja, maar nu lopen de twee dingen door elkaar heen. Die blijven gewoon ook via de lokale overheden gesubsidieerd. Meneer Van Vleuten, in dit land blijven we straks nog met z'n allen... bijna 3 miljard uitgeven aan culturele subsidies. Ja. Dus we moeten ook niet doen alsof er in één keer alles wegvalt. En de postacademische opleiding, u heeft gelijk. Ik ben zeker niet, toen ik van de universiteit afkwam, was ik opgeleid tot staatssecretaris. Ik heb nog een aantal vervolgopleidingen gedaan. Die heb ik net als in allerlei andere sectoren, heb ik of mijn werkgever zelf betaald. En dat is het grote verschil met de culturele sector. Dat je hebt het kunstvakonderwijs, dat betaalt de overheid aan mee, net als al het andere onderwijs. En vervolgens heb je de doorontwikkeling en daar ligt een rol... in dit geval van werkgever en werknemer, van kunstenaar en kunstinstellingen zelf. Maar ik wil u niet onderbreken, maar wel nee, maar aanvullen. Nog één aanvulling. Ja. Daarnaast, omdat wij ook zien dat talentontwikkeling heel belangrijk is... hebben we ook gezegd, subsidiëren wij ook 50 plaatsen... wederom voor kunstenaars zelf, dus niet voor de instelling, maar voor de kunstenaar... om dus bij een postacademische opleiding, of het nou de Rijksacademie is... Maar of die de moet ateliers, dan wel nog bestaan. Ja, maar mevrouw, die moeten dan ook hun bestaansrecht...
overeind houden door zulke programma's aan te bieden dat zij interessant zijn voor kunstenaars. Zij zeggen zelf, overigens een aantal van hen met groot recht, dat ze internationale top zijn. En als ze dat zijn, zal die kunstenaar met die persoonlijke beurs ook naar hen toe gaan. Daarmee kunnen ze hun bestaansrecht ook waarmaken en waarborgen. Maar dat kan alleen maar door kwaliteit te bieden en niet door een automatische vanzelfsprekende subsidie die ze al zoveel jaar krijgen en vinden dat ze die nog langer staan. Mag ik u er afsluiten in een vraag stellen? Want wij zijn heel benieuwd, want het is heel duidelijk wat uw maatregelen zijn. Uw korte termijnvisie is heel duidelijk, daar zijn we het niet mee eens. Maar uw lange termijnvisie is denk ik voor heel veel mensen een mysterie. Ik ben heel benieuwd naar uw ideaalbeeld. En wat is uw punt aan de horizon? U weet wat dit voor muziekje is, hè? Ja. Heeft u een uurtje? Ja. Een ideaalvisie kan in één woord. De ideaalvisie in een paar woorden is dat wij gaan naar een culturele sector die in tijden van economische voorspoed en tegenspoed dermate onafhankelijk is van wat de overheid. Dat ze zelf hun creatieve onafhankelijkheid kunnen waarmaken. Want dat hebben we al, meneer Zijlstra. Dat is geen ideaal beeld. Nee, want de vanzelfsprekendheid die de overheidssubsidies met zich hebben meegebracht is juist op lange termijn dodelijk voor de creativiteit. Meneer Zijlstra, nog één vraag van ons dan. Want zoals u weet komen er vermoedelijk extra bezuinigingen aan. Betekent dat dat er ook op uw departement dan weer extra bezuinigingen zijn? Mijn departement is breder overigens dan cultuur. Ja, maar de afdeling cultuur? Nee, kijk, ik vind in barre tijden zoals nu kan geen enkele bewindspersoon zeggen dat je zijn deur voorbij moet gaan. Alleen als je kijkt naar de culturele sector, hebben we nu de hele regeling staat klaar. De aanvragen zijn binnen. Dus ik heb überhaupt heel weinig juridische mogelijkheden om nog beleid te maken. Want ik kan niet nu zeggen van, weet u wat, de hele ministeriële regeling gaat zo de prullenmand in en we beginnen opnieuw. Dus de mogelijkheden zijn buitengewoon klein. En ik vind ook, de ontwikkelingen die er nu zijn, zijn heel beloftevol. De creativiteit komt op. Je ziet allemaal mooie nieuwe initiatieven. En die moet je niet gaan platslaan door nu nog eens een keer te zeggen, we doen er nog een ronde overheen.